Zo, goedendag dames en heren. Hallo, hallo, hallo. Mooi, mooi, mooi. Welkom weer bij de Nieuwtje Gaming. Hartstikke mooi dat jullie langskomen. Weer op YouTube. Volgas. Farming Simulator 22 alweer. Of nog steeds. Wel, dat is nog altijd hetzelfde gebleven natuurlijk. No Man's Land. Gaan we weer doen. Aflevering. Ben de tel kwijt. Die houdt me aan. Wat gaan we doen? Niks. Ook leuk. Nee, we gaan even. Oh, de kalfjes. Die hebben honger. Dus die gaan we even eten geven. Want we zitten momenteel al in februari. Dus ja, daar gaan we mee beginnen. Verder wil ik even een stuk grond schoonmaken van struiken en eventueel bomen. Waar ik uiteindelijk. Hoe heet dat? Druiven wil gaan zetten. Om het zo even te zeggen: zetten, plaatsen, bouwen, verbouwen. Ik weet zo gauw niet 1, 2, 6 het juiste woord. Maar dat geeft niet. Dat is dus wat ik wil doen. Ik wil de druiven en uiteindelijk ook de olijven verbouwen hier op No Man's Land. Vind ik leuk. Leuke toevoeging. Gaan we mee aan de gang. Oh, ik heb 30 zo'n als een malle. I'll be back, dames en heren. Een Dream Team style, hè? Ach, zijn die nou 30 zo'n? Wel, nee joh. Kijk dan toch. Helemaal niks aan de hand. Hè? Maar goed, waar ik dus de dingen wil plaatsen, dat zijn allemaal van dit soort struikjes ook. En her en der nog een boom. Dus dat moet even aan de kant. En dat wou ik dan zo even in een video met jullie doornemen. Want omdat nou, ja, zeg maar, achter de schermen zo een beetje weg te knippen en te plakken en te doen, dat vind ik ook weer niet zo. Het hoort er even bij, ja. Dus ik heb wel even ja, hoe noemen ze zo'n apparaat? Een frees. Moeilijk woord trouwens. Af en daar, ik moet hem nog vullen ook. Ik heb helemaal geen zin in. Maar ja, het moet wel. Goed. Ik weet de hele verhoudingen niet meer, joh. Twee stro, één hooi was het, geloof ik. Als het goed is, heb ik ook wel een indiek. Oh, met mijn zaklamp. Moet ik niet hebben. Nee, geeft hij nou niet meer weer. Wat? Oh, daar wel. Moeten we even stro neerkwakken? Even handig. Stro. 5000 liter. 700 liter, dat is heel klein. Laat 5000 liter beginnen. Nou, leg er maar twee neer. Zo. Hoi. Eén. Ach, gaan we hier nog helemaal aan. En leg maar kuilvoer. Leuk kleurtje, wat schattig. Goed, dat doen we hem op die manier. Moet ik even mijn zoveltje pakken? Dat gaat helemaal niet lukken, want ik heb nog geen balenspies. Sorry, dames en heren. Doen we even anders. I'll be back. Nou, oké, zo dan. Ik heb nu 18.000 litertjes aan compleet gemengde rantsoen. Even kijken, even draaien met spulletje. We moeten daar die beestjes even goed verzorgen natuurlijk, hè. Dat is belangrijk. Nou, kom maar door met die trigger. Heb ik alles er wel aan? Wacht, dat is de kiepzijde.
Is ook zo, moet ik dichter erop, dan wou ik niet stroop blazen dat ik zo ver weg was. Kijk, wist ik wel op, dames en heren, die moet helemaal nog wakker worden. Alleen een poosje geleden, hè, en dan, dan raakt dat mannetje in de war. Woehoe! Geweldig. Als ja maar goed zit, dan is alles oké. Okay. Zo, eet smakelijk. Ook eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, bakje vol. Bakje vol. En wat we nu nog hebben, kwakken we even bij de koetjeboer erin. Bij mama koe en papa koe. Ja. Hartstikke mooi. Nou, we krijgen de bocht niet eens. Maar dat heeft niet. Tengelen we hem even in een rond. La 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 la. Zo. Vol. Geen ruimte meer. Nou, mooi. Altijd goed. Dingen uit. Zo. Afkoppelier. Zo, gaan naar de winkel. Ja, dat mest op het schip met de lader wil hem uit. En dat vind ik ook sneu. Zelf ook er ook niet in liggen. Schrijf met hem uit en dan ruim het later op. Laten we het zomaar doen. Dat is even wat gemoedelijker ook voor het beestje natuurlijk. Je wilt er zelf ook niet in de strand liggen. Daar wil ik wezen. Er zal vast wel iemand zijn die dat fijn vindt, maar goed, dat wil ik niet weten. Hoi. Blijf van mijn schep af. Oh! Laatste plaats. Stro hebben ze nog, dat had ik al gecontroleerd, dus daarom we niet te doen nu. Oh, die hebt een beste veel poep liggen doen. Zo. Ja, ja, rustig aan, koetjeboel. Laatste plaats. Laatste plaats. Laatste plaats. Hoppatee. En gaan we die banaan. En nogmaals. Ja, ik een beetje gek van dat moe. Zo, en de laatste hockey. Zo, weer gemoedelijk gedaan. Leg mijn schepje hier neer dit keer. Maar het blijft zelfs mooi staan. Hoe gaaf is dat? Goed, gefixt. De kalfjes hebben het weer voor elkaar. Dat is belangrijk. Goed, dan gaan we nou even naar het veld toe. Ligt toch op de route naar de winkel. Dus kunnen we daarna gelijk door om even die rattenplan ding erachter te knopen. Dat de kaas moet voor mij wel kennen kunnen kan met dit ding. Kippies hebben ook eten genoeg. De varkens hebben eten genoeg. Schaapjes ook. Koeien en kalfjes ook dus nu. Machtig mooi. Ja. Dat is al mooi klaar.
Ja, we gaan nog hard. We gaan nog mooi richting het zaaiseizoen. Daarom gaan we het nu ook voorbereiden, want we kunnen nog geen druiven plaatsen. Dat kan pas in maart. Daarom hebben we nu mooi de tijd om voor te bereiden. Ik ga eigenlijk zitten denken aan Hero. Op zich ook wel een mooi plateau, misschien voor de olijfjes. En dat we dan de druiven op het stuk doen waar we nu heen gaan. En dat is hier, op dit mooie stuk. Ja, zo naar achter toe. Dan 1, 2, 3 boompjes denk ik in het pad die nog in weg moet. 4 zelfs. En dan verder die struikjes. Dat is wat ik nu wil gaan doen eigenlijk. Kijken hoe dat een beetje gaat, als het een beetje vlot wil. Ik hoop het eigenlijk wel, want ja, ik wil daar ook niet zoveel tijd in bezig zijn eigenlijk. Ik vind het niet zo leuk werk. Maar ja. Het hoort er wel in bij, hè. Maar was het leuk geweest als ik hem op de front kon krijgen. Want dan kan hij zo tjakka tjakka pram pram. En dan is het weer klaar. Het lijkt erop dat dat wel kan. De vraag is alleen: gaat dat echt werken? Nou, tot nu toe wel. Nou, doen we dat. Hartstikke idee. Eens even zien hoe als dat werkt. Ik heb nog geen idee. Nee. Oh, die is weer uitzet natuurlijk. Nou, dan gaan we laten eens proberen. Die boom zaag ik straks wel om met de kettingzaai. Dat moet ook zat willen. Ach, laten we hier langs het hele hek maar weghalen. Deze rij. Nou, hier beginnen. Kijk hoe het wordt. Nee, nog niet. Moet ik nog eens heel aan het zakken. Oh, ik heb de verkeerde selectie. Ah, zo werkt dat dus. Zo. En weer eentje. Oh, dit gaat dan wel schier zo met dit ding. Oeh, hij maakt er wel. Mooi, nog even weer gras indrukken later. Ik zou hem misschien er straks overheen. Of de volgende keer met gras. Het ruimt in elk geval mooi op zo. Nou. Die is weg. Hoppatee. Die zijn weg. En die nog niet. Joep, die wel. En die ook. Hoppatee. Die nog. Mijn struiken staan hier. Hé. Goeiedag. Beste bubs. Zo. Even koekeloeren, wat moet er nog meer uit? Daar aan het hek kan wel blijven staan. Dan hebben we straks die boompjes nog. Super, kunnen die aan de linkerkant blijven staan. Alleen die hier voorop nog zitten, even eraf. Oh. Deze. Zo, en dan pakken we deze. Klopper, klopper, klop.
Zo, die zijn ook weer weg. Hartstikke mooi. Apart werk dit wel trouwens. Het heeft ook wel weer wat, moet ik zeggen. Het heeft zijn charmes ook zeker. Alleen wat krap. Maar goed. Hoppatee, die is weg. Deze nog. Zo. Hier nog wat staan, dames en heren. Zo. Kom aan. Ja. Prachtig. Deze. Ook prachtig. Ik zie wel weer dat de belichting een beetje gek is. Ja, ik ken dan weer een beetje zonneschijn, dames en heren. Ik doe dan niet de spul dicht nu. Vind ik zonde. Oei. En zo, deze. Die. Die is weg. Hatsiklatsie. Gaat je prachtig zo. En die is weg. Heel mooi. Hier nog een babby struikje. Die is weg. Hier nog wat. Ploppen de ploppen de plop. En zo. Zo, mooi. Dit in weg weer. Hartstikke latsie. Oh ja, kijk eens even. Dit doen we even goed, ja. Zo, kijk dan, dat had je super. Systeem. Nou, bijna alle struikjes eruit zo. Duurt niet zo heel lang meer. Zo. Zo, zoek weg. Hoppatee. Deze nog. Druk, 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 dames en heren. Potverdorie. Even kijken die duimpjes omhoog te doen. Hè? Neem te abonneren op het kanaal. Hartstikke mooi. Op het moment als de brandweer. Geweldig om te zien. Helemaal trots op. Zo. Hier nog wat. Hoppatee. En ook No Man's Land draait lekker. Volgens mij is dit nummer 37 al geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben de tel echt kwijt op het moment. Ik heb niet eens geteld. Zo. Nou, dat is weer gelukt. Dan staat hier nog zo'n dikke tros. Zo. Helemaal te gek. Helemaal dikke prima. En zo. Knop. Leuke woordgrap, oh niet dan. Hartstikke latsie. Zo, dat is weer gelukt, dames en heren. Dan nog even die stronkjes. Oh, hier zit er nog een onder mijn wiel.
in weggegaan. Zo, hier nog eentje, zag ik. Oh, die is ook al verdwenen. Hartstikke mooi. Verder nog iets? Ja, ik zie daar nog een. Hartstikke. Even kijken, kunnen wij al... Oh, eerst opslaan natuurlijk. Altijd hetzelfde. Gras. Nou, maar niet ook pas volgende maand. Oh, dan kunnen we nog niet inzaaien. Oh, hier is ook maar een plantje. Zo, dat is gelukt. En dan moet het hier wel kunnen lukken, dacht ik zo. Als begin. Zulke wat strook kunnen altijd uitbreiden natuurlijk, als we weer genoeg geld hebben of wat dan ook. Of denken, we hebben er zoveel zin in. We hebben meer druiven nodig, bij wijze van. Dan kunnen we dat gaan doen. Breng deze... Nulsier is weer weg, daar zijn we klaar mee, dus die ruilen we weer in. Dus de eerste omkosten is 1200 euro. Wat we nou al kwijt zijn voor de druifjes, zeg maar. Verdient wel weer terug, dat is niet zeker is. Misschien niet in het seizoen. Oh maar. Kopen, nee, die terugbrengen. Oké, nou gaan wij weer naar huis. Zo. Dus daar kan alvast bij onze notitie op staan. 1200 eurotjes, 1200. Dat zijn dan de omkosten die we hebben met voorbereiden. Dus de struiken, frezen en dat soort dingen, boompjes haken. En dan in de volgende... Maar misschien toch wel dat we een paar daar moeten skippen en dat we dan weer... er staat nog een Gallische boom in het pad, chips. Heb ik die zomaar over het hoofd gezien? Help! Ja, zag ik die wel alvast om. Ja, alsof we niks zijn vergeten. Laatste flats, die ruim ik dan later nog wel even op. Dat is no probleem al, we gaan nog eens verder. Dan moet ik weer zo'n ding huren. Ah, gedoe! Dat fix ik wel even. Ik heb nog wel een eigen vreesje staan ergens. Zo'n jubeloris. Ah, koffie erbij. We gaan nog eens nog even gauw wat pallets afladen. Pallets met lege pallets, ook zoiets leuks. En die jagen we dan in bij de broeikas naar binnen. Dan dat... Als het boel zover is, kan in elk geval de boel op pallet gezet worden. Tegen die tijd dat het dan nodig is bij de, bij de brouwerij. Als dat pallets nodig zijn, hebben we weer nieuwe voorraad, dus kunnen we die halen en daar weer neerzetten. Dus dat komt mooi uit. Het goed is daar een vrachtwagen hier nog ergens. Nou kijk, die staat hier nog gewoon netjes klaar. F-trucje zit er ook bij. Misschien wat hebben we hier, lege planken. Lege planken, al mee kletsen dan lange planken. 1000 stukken, 500 helen, ook mooi. En wat lege pallets, die lege pallets klabatsen we hier dan even naar binnen. En die lege, weer zeg ik lege planken, lange planken. Die zet ik daar neer. Oeh, we moeten niet opvaren. Het gaat als de brandweer. Zo. Ausklappen, dat is mijn zin. Zo. Onze stille genieter van een F-truck aan. Jong Heinrich. Alsjeblieft. Ja, doe maar. Oké. Heel mooi. Vast de deur in openzetten. Anders moet ik zo'n aanloop nemen om naar binnen te komen. Geeft ook zo'n ellende. Kan vast niet de bedoeling zijn.
Ja, ik heb wat. Ah, ziek idee. Ik kan hier naar binnen, als het goed is. En dat past. Waar moet ik ze lossen? Hier zo op de sticker. Nou, kijk dan toch. Dikke prima. Hoe heb ik ze dan niet volbungel? Dat is beter. Wat, wat doet kozijn eruit? Ik ben maar er eentje. Zo. Weer een putje paletten. En hier een stapeltje of twee, geloof ik, met lege pallets. Yes. Die hem binnen binnen. Nog één stapeltje en dan is het nog een kwestie van die plankjes eraf. Hoepatee. Het begint al heel wat te worden zo. De hele fabriek. De productie gebeuren. Die vaat die groeit nog uit de grond alsof het. Nou ja. Weet ik veel is. Zo. En ook genoeg van straks. Maar belangrijk, ik ben gek op bier, dus genoeg hebben we nooit, hè? Zo. En dan is het nog de 1, 2, 3 stapeltjes planken. Oh, dan is het ook alweer klaar, dames en heren. Doen we goed. Allemaal een dingetje die er wel bij horen. Oh, ben veel te snel. Nou, zetten we die hier neer. Oh, nog niet snel. Rakketakketakketakketakketak. En weg was het. Wat is goed? Hartstikke mooi. Kunnen ze weer vaten in elkaar timmeren. Druk, 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 dames en heren. Zo.
Oeh, ze hebt lang genoeg. Oh, dat werkt weer niet zoals moest. Nou ja, sorry. Dat is niet mijn fout. Zo. Ik ben al echt de hefdrukpiloot aan het worden. Gaat steeds beter. Ook hartstikke mooi zo. Ja. Dat doen we goed. Dat ging prachtig mooi, ja. We hebben er nog een paar bij en dan kennen ze allemaal weer aan de gang. Kijk er altijd zo duivels bij, dat is nog wel een dingetje, maar dat geeft niks. Dat hoort er ook bij dan, hè. Uiterste concentratie, hè. Laten we het allemaal op houden. Zo. Nou, dan is dit allemaal weer aan de draai, dames en heren. De kalfjes hebben we eten. De okjes moeten schoon. Tja. De biervaten staan hier weer in, de lege pellen staan in de broeikas. De lange planken zitten weer in de vatenfabriek, dus ik zeg dikke prima. We zien of we dit gekke apparaat hier weer op kunnen krijgen. Oh, niet zo fanatiek. Dream, dream. Inderdaad, hefdrukpiloot. Ja. Staat mooi zo. We gaan verder. Oh, rustig. Deze uit. Ja. Oh ja, nog even met de dingen er langs. Dat kan nog mooi eventjes. Dat fix ik wel wat jullie niet zien. Dat mogen jullie niet zien, dat is niet om aan te zien. Dat geeft niks. Baba. Baba op de vijand. Oké, lampjes. Goed. Super hard rennen, zo hard rennen. Ik heb nog nooit kunnen rennen, maar vandaag lukt het. Ook binnenkort eens een keer
De vaste mest over het land en strooit nergens. Hoppatee, is gelukt. Ik weet niet hoe ik er overheen ben gereden, maar... Nog een keer. Kijk. Dat is het. Laatste plaats. Zo, daar was het. Ook allemaal weer gefixt. Hoeveel heb je hier nou liggen dan? Beste bubs in elk geval. Dus dat kan wel een keer over het landje. Dan kunnen we alles in. Dat komt goed. Dat komt misschien aan. Goed, dat is voor de volgende. Dit kan nog een keer in weggebracht worden en op de karretje gelegd worden. En dan voortbrengen. Dan hebben we dat ook weer weggelegd in netjes. Goed. De harde lopen, dat staat ook naar, vind ik ook wel irritant. Maar geeft even niks. Doe gewoon rustig aan. Doe ook niet allemaal zo snel, ja. Maar goed, dames en heren, dit is er weer eentje. Beetje de voorbereiding gedaan naar de druifjes toe. En de kalfjes weer zorgt ook zeer en zeer belangrijk. Wat nog meer. De fabriek weer aan de gang te krijgen. In ieder geval, die was nog aan de gang. Maar zorg dat die niet stil komt te staan. Ook mooi. Mest weggebracht. Weggebracht, eigenlijk gewoon opgeruimd. En dat was het geloof ik. Beetje vrezen doen, ook wel leuk. Een keer wat anders. Doen we niet zo vaak. Wil ik ook niet zo vaak. Maar voor één keer vind ik het wel leuk. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het was. Knel die duimpjes in mijn omhoog. Wat zin in zich geweest. Zo, papapapam. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, dames en heren, dan kan je heel gratis doen. En een rode knop onder die video. En zo, papap. En één keer erop klikken. Heel gratis. Support. Ah, geweldig mooi, man. Gaat al super goed. En dames en heren, ik hoop dat je gezond mag blijven. En tot de volgende keer. Bye bye en zwaai zwaai.